deze week in het Voorneputtenjournaal. Afgelopen weekend was het weer zover. De mannen van Spy Kids organiseerden op grote schaal de Spooky Maaswijk Halloween Tour. Met onder andere hulp van vrijwilligers, bewoners uit de wijk, de politie en de gemeente werd het dit jaar weer een groot succes. We zijn vandaag op de locatie waar het vanavond gaat gebeuren. Hoeveel mensen hebben zich ingeschreven? Op dit moment 1052. En gaat het ook zo druk worden? Het wordt nog veel drukker, want 1052 zijn echt alleen maar de deelnemers die ingeschreven zijn. En daarnaast doen er bijna totaal 2500 mensen mee die hier het spookhuis, waar we op dit moment staan, binnenkomen. En we verwachten 4500 man op de route vanavond. En komen die alleen naar Spijkenissen? Die komen niet alleen naar Spijkenissen, want we zijn inmiddels ver daaruit bekend. Er doen zelfs mensen mee uit Friesland, uit Rutte vanavond. Hoe lang doen jullie dit soort tours al? Dit jaar is het 8e Spooky Maaswijk Halloween Tour. Dus we zijn 8 jaar geleden begonnen in een klein tuintje bij mij thuis in de Maaswijk. En het is uitgegroeid tot waar je nu bent. En zijn jullie van plan om nog langer door te gaan? Dat is een gewetensvraag. Dat ligt aan hoe het vanavond verloopt. We hebben wat vervelende ervaringen van 2 jaar geleden. Afgelopen jaar viel het wel mee. Maar we hebben steeds meer beveiliging en politie- en handhavingsteams nodig. Dus het hangt echt af hoe het vanavond verloopt en wat de evaluatie met zich mee gaat brengen. En dan nemen we een beslissing of we de 9e en de 10e editie door laten gaan. En hoe kunnen jullie dat eigenlijk allemaal bekostigen? Want het is allemaal gebaseerd op vrijwilligers. Ja, het is echt puur Spy Kids. Het is puur een vrijwilligersorganisatie. Dus we beginnen zeg maar in februari, maart met het lobbywerk bij de grote organisaties hier in de regio. En daar halen we onze sponsorgelden vandaan. U coördineert de opbouw van het spookhuis. Hoe ging dat? Dit jaar heel goed. We zijn wat eerder begonnen op donderdag met bouwen. En dus we hadden een volle dag meer om te bouwen. Wat heel veel rust gaf tijdens de bouw en nu. Het ziet er echt heel spannend uit. Hoe komt u aan de decorstukken? De meeste worden door onszelf gemaakt, verzonnen. En we hebben nog een bedrijf wat ons ook een beetje sponsort. En dan kunnen we ook nog wat materiaal lenen. Dus dat is ook wel fijn. En hoe lang zijn jullie bezig met de voorbereidingen van decorstukken? Het hele jaar door zijn we daarmee bezig. We gaan zo gauw als ik een idee heb en geld, want dat is het belangrijkste. Dan gaan we beginnen. Het spookhuis is niet het enige gedeelte van de route. Wat zijn er nog meer voor onderdelen? Nee, dat klopt. We hebben nog een hele lange straat. Een fietspad is het eigenlijk. En dat doen de bewoners die daaraan wonen, doen daar ook al mee. En daar zijn nog 9 ext. En dat doen de bewoners allemaal zelf. Dat is best wel een spektakel ook in de straat, niet enkel hier. En is er na afloop van het spookhuis nog wat te beleven? Ja, dat is minder eng. Een hoop kinderen vinden dat wel het klapstuk. Dat is de patatboer, hè, die we al een paar jaar hier hebben staan. Want alle kinderen krijgen gratis van ons een patatje. Voor een beetje de schrik goed te maken. En ze krijgen ook nog wel wat te drinken erbij. Dus ja, het is wel een hele feestelijke afsluiting voor een eng evenement als dit. Want ze gaan zeker weer schrikken? Ja, schrikken gaan ze. En sommigen gaan zelfs huilen. Maar daarna maken we het weer hartstikke goed met een patatje en wat te drinken. En dan zijn wij weer de vriendelijke mensen. Voor je het eng in het spookhuis? Beetje, ja. Eekstroom! Dat is voor een patatje. Ja, en dat mag je keyboard? Wilt u meehelpen om diverse evenementen van Spy Kids tot een succes te maken? Ga dan naar www.spykids.nl.